We hebben weer heftige volatiliteit gezien. Op 23k, op 44k, op 125k, op 6k kan je evenveel geld verdienen als bij elke andere prijs. Hey, welkom bij DopeyCash. Ik ben Mike. Ik ben Barry. En in deze video gaan we jullie uitleggen hoe je trade tijdens heftige volatiliteit. Want we hebben weer heftige volatiliteit gezien. En heel veel mensen worden in periodes waarin het er heftig aan toe gaat, worden ze bang. En vooral wanneer het er heftig aan toe gaat en het zijn rode cijfers, dan hebben heel veel traders en vooral beginnende traders hebben het gevoel, hands off, ik ga niks meer doen. Want ik vind het eng. Ja. Ik zie mijn geld verdampen. Ik verlies alleen maar geld. Maar je kan in deze periode even goed geld verdienen als dat het omhoog gaat. Je moet. Je kan op 25k, op 23k, op 44k, op 125k, op 6k, kan je evenveel geld verdienen. Ja. Als bij elke andere prijs. Dat is het hele punt. En daarom zeg ik ook moet. We willen jullie echt aansporen om dat te gaan doen. Want dit is het moment om, hoe moet je dat zeggen, om te zaaien. Ja. En we zometeen zitten op 125k. En dan vindt de hele wereld het weer interessant om even jouw voorbeeld te pakken. Maar dan ben je weer te laat. Als jij nu kan zaaien, als jij nu, nou we hebben geen mokkie, maar als jij nu dat account kan laten groeien, dan ben jij de grootste profiteur op 125k. En als iedereen dan weer een beetje het stof van zich afwaait en begint met traden, dan ben je stiekem alweer een beetje te laat en zit de ommekeer er alweer een beetje aan te komen. Dus nou is de time en het kan ook echt, het is ook echt mogelijk. En dat gaan we laten zien. Dat gaan we in deze video weer laten zien, want we hebben eerder al video's gemaakt waarin we uit hebben gelegd hoe dat er dan uitziet tijdens bijvoorbeeld een event als FOMC. Ja. Dat we hebben gezien. Heftige volatiliteit. Er komt nieuws naar buiten wat impact heeft op de economie in zijn geheel. En dan zien we prijsactie. Ik ga even overschakelen deze kant op. Dit is een video die wij gemaakt hebben tijdens de vorige FOMC. Tijdens de vorige FOMC hebben we jullie laten zien en hebben we aan jullie uitgelegd wat er gaat gebeuren tijdens zo'n uitspraak. En natuurlijk maken we een tekening om uit te leggen hoe dat eruit ziet. En exacte prijsacties ziet er altijd iets anders uit. Maar dit is wel de beweging die maakt. Uiteindelijk is het dan eindelijk 8 uur 's avonds. Wat zien we dan altijd terug met zo'n FOMC? Prijsactie omhoog, prijsactie omlaag. En die volatiliteit, daarbij is het enigszins hands-off. Maar er zijn opties. Enigszins is het hands-off. Dan denk je, oké, ik wacht eerst de volatiliteit af. Dat is wat ik zelf vaak het liefst doe. Ja. Omdat ik gewoon heel defensief ben. Kan je dan niet traden? Ook die volatiliteit kan je traden. Daar komen we zo meteen nog even op terug. Maar een move omhoog, een move omlaag. En dan ga je kijken naar een positie eventueel. Nou, dat had een short kunnen zijn. Ja. Er zit ook vaak nog iets voor. Hè? Van tevoren heb je een beetje zenuwachtige prijsactie. Ja. Want er zit iets aan te komen en dan krijg je dit. En daarna kun je weer van alles... Exact. Het kan ook andersom zijn natuurlijk. Vooraf, prijsactie omlaag. Prijsactie omhoog. En dan vervolgens kan je misschien eventueel gaan kijken naar een long. Het is net hoe de prijsactie beweegt. Maar dit hebben we de vorige keer tijdens FOMC hebben we dat uitgelegd. En dat is ook allemaal zo gelopen. En niet omdat wij dan zeggen we zijn voorspellers of weet ik veel wat. Maar dit is hoe prijsactie beweegt. Als je prijsactie begrijpt, kan je hierop inspelen. Nou, we hebben dat in de livestream afgelopen week hebben we dat weer besproken. Hebben we weer laten zien. Oké, je krijgt op een gegeven moment dus wat drukkende prijsactie in de vorm van een soort van compressie. Of dat dan vlak aan de bovenkant is, drukkend aan de onderkant of andersom. Of symmetrisch, maakt niet uit. Compressie is compressie. En uiteindelijk gaat er een move ontstaan. En dat is de move waar je op kan traden. Hebben we gisteren weer volatiliteit gezien tijdens FOMC? Nou, dat denk ik wel. Denk ik ook wel. Ja. Dat denk ik ook wel. Als wij richting lower time frame gaan. Eventjes richting de 5 minuten. En dan gaan we kijken. Ik vind het toch altijd mooi dat het ook die volatiliteit van FOMC. Dat is dan vaak ook weer een katalysator voor een bepaalde richting. Of zo heb ik al vaker gemerkt. Hey, is ook. En te spelen ook echt. Ja. Als we kijken, jullie zien nu onderin staan dat het 8 uur is. En dat is de tijd van FOMC. En we zien hier, jawel, move omhoog, move omlaag. Ja. En daarna een eventuele optie voor een trade. Oké, dan ga ik eens even intekenen. Letterlijk, ga eens nog één keer terug. Doe ik wacht even hoor. Dat werkt niet. Ah, shit. Kun je hem nog één keer terughalen? Ja, dat kan. Move omhoog, omlaag. Terugtest. En uiteindelijk een beweging. Ja. Ga eens naar die andere tab. Ja, dit is wat jullie vorige keer hebben uitgelegd. Is letterlijk wat we vorige keer hebben laten zien. Maar, volgende, Mike. Dit vind ik leuk. Ik hou van prijsactie en ik hou van hoe prijsactie beweegt. Ik vind dat net als een goede film. Heb ik het al vaker over gehad. Ik vind dat gewoon heel erg tof om te zien. Oké, we hebben het over die move omhoog. We hebben het over die move omlaag. We hebben het over prijsactie die knijpend is, knijpend wordt.
Nou ja, en in dit geval hebben we het dan over, pak ik eventjes hier mijn pijltjes, hebben we het over deze prijsactie en hebben we het over, als we hier vandaan komen, deze prijsactie. En dan, natuurlijk, je had hier ook zo'n lijntje kunnen leggen dat het vlak was. Het gaat erom dat dit compressie is. Je ziet dat de prijsactie, de beweging, steeds minder heftig wordt. Uiteindelijk heeft Chris vorige keer in de livestream uitgelegd, kan je dit traden? Dit kan je traden door de uiterste te gaan pakken en niet binnen in die compressie te gaan zitten zoeken naar trades. Dus hier gaan proberen nog ergens in positie te komen. Ja. Nee, daar ga je niet meer proberen in positie te komen, want je weet dat die volatiliteit komt. Ja. Dit kan je technisch ook heel goed vertalen, want je, aan het begin van die compressie, dus waar jij die twee bolletjes tekent, links in beeld, daar valt er heel goed te traden. En naarmate je naar de binnenkant toe gaat, zie je dat die prijsactie zenuwachtig wordt. Ja. Dat zei ik net ook al even. Zeker in aanloop naar zo'n meeting wordt de prijsactie zenuwachtig. Het wordt heel knijpend, er is geen duidelijke richting. Dat zorgt dat de hele markt zoiets hebt van, ik weet het even niet. Nou, dat zou jij dan op dat moment dus ook even moeten doen. Wat gebeurt er als de hele markt dat doet? Volume. Brrr, ja. Dan krijg je dus heel laag volume. En door laag volume, gecombineerd door zo'n meeting, komt de koers heel makkelijk in beweging. En krijg je zo pats, waar je nu op aangekomen bent. Het valt heel goed technisch te vertalen naar waar naartoe er wordt opgebouwd. En wat er uiteindelijk gebeurt met flinke hevigheid. Het valt echt te vertalen. Goed, dan hebben we hier die twee leveltjes hebben we neergezet. Je ziet hier natuurlijk ook tik, tik. Ja. Dat is daar ook niet voor niks gebeurd, dat je daar een lower high neerzet. Vervolgens heb je hier de low van de prijsrange neergezet waar je dan al die tijd ingezeten hebt. Die twee punten zijn belangrijk. Dat zijn je twee uitersten uiteindelijk vanuit deze compressie. In de compressie treed je niet meer. De twee uiterste punten, dat heeft Chris letterlijk zo getekend vorige week in de livestream. Daar ga je kijken voor een long en een short. En niet in de compressie. Dit is letterlijk wat we in de livestream hebben laten zien en verteld. En daar had je in dit geval perfect op in kunnen spelen. Want deze is echt heel nice. En deze is ook spot on. Dat was hartstikke mooi. Dan denk je, nou oké, hartstikke leuk, weet je, die volatiliteit omhoog, die volatiliteit omlaag. Die hebben we nu gezien. Hoe had ik hier dan verder nog op in kunnen spelen? Nou, verder had je hier ook nog een hele mooie wijze op in kunnen spelen. Want prijsactie, jongens, ik vind het fantastisch. Ik vind het heerlijk om naar te kijken. Fixed range volume profile. We trekken hem vanaf de low van de prijsrange naar uiteindelijk het punt waar de compressie eindigt. En je ziet ook gewoon dat het volume, omdat het midpoint is van die compressie, het volume ligt daar. Wat hebben we dan gezien? Move omhoog. Move omlaag, terugtesten, midpoint van die compressie. Dit was een hele mooie short. En het is niet achteraf gelul dat we achteraf zeggen, kijk eens, dit had je heel mooi kunnen doen. Dit hebben we letterlijk in de livestream van de week geschetst. Deze prijsactie wisten we vooraf al te lezen. Dit is een scenario die plaats had kunnen vinden als de prijsactie andersom had geweest. Move omlaag, move omhoog. Had je misschien eventueel een long kunnen spelen? En die confirmatie die jij nou zegt, die heb je, hè? Mag ik hem eens aanwijzen? Zeker. Kijk eens, als je gaat kijken naar alles wat jij nu net al opzond. Ik zal er even echt een A-kwaliteit setup van maken. Want dat heb ik niet gedaan. Nee, maar dat is precies wat we bedoelen te zeggen. Het is al een A-kwaliteit setup, maar er zit nog een extra confirmatie in. Die volatiliteit omhoog begint hier zo. Dus low, high. Je verliest hier de constructie. Dus je hebt hier tik, tik, verliezen. Deze had je mogen spelen. Ja. Dus plus alle confirmaties die jij net al opdreunt, had je ook nog eens een kanteling. Een kantkeuze inderdaad, vanuit een hele onzekere compressiefase. En buiten dat, natuurlijk hebben we hier ook weer wat op weten te bouwen. Maar uiteindelijk heb je die opbouw hier met een high, met een low, met een lower high. Heb je die hier ook al zien veranderen, die constructie. En je hebt die constructie, je gaint geen grote belangrijke prijslevels op dit moment. Dit hier was ook een hele mooie short hier. Had je heel mooi ingevuld kunnen worden hier. Hier is er ook niks gekanteld. Ja, ik zat, uiteindelijk, ik zat er nog één hier hoger. Is er ook niks gekanteld. Weet je, tuurlijk, dit was Binance nieuws. En dan denk je, ja, boem, ja, we gaan weer positief. Nee, niet positief. Je kwam hier vandaan. En uiteindelijk heb je, dit was hevige volatiliteit. Heb je dat belangrijke punt dan weten te gainen? Nee, je hebt hem hier niet weten te gainen. Weet je, je zit alweer een periode in wat neergaande prijsactie. Het is belangrijk om te kunnen lezen. Maar het punt is, geld verdienen als trader, het kan altijd. Als je hier alleen de short, dan laat ik de andere twee trades even buiten wegen. Ja. Had je gewoon dik 4,5% kunnen pakken. Dan was hij klaar geweest voor deze week. Was hij klaar? Dan was hij voor deze week weer klaar gewoon. Dan was hij klaar. En je ziet ook dat het een katalysator is geweest voor een onwijze dump naar beneden. Zet ik hem even op de iets hogere tijdsframe. En we maken deze video natuurlijk ook omdat wij aan het sentiment ook merken van verdorie, gaan we weer naar beneden. Weet je wat ik letterlijk dacht? Yes! Ik zeg, dat is even heel overdreven gezegd, maar yes, wij zijn even lekker naar beneden gedumpt. We zijn uit deze range, we hebben eindelijk weer prijsactie. Weet je wat ik ook mooi vind? Mijn weg omhoog is weer een stukje langer geworden.
dan kan ik weer een stukje meer van profiteren. Exact. Jongens, kijk, het is natuurlijk heel moeilijk om in deze prijsactie, boom, om daarin te komen. Wat gebeurt hier? Jij krijgt een tweede kans om te kunnen profiteren van die weg omhoog. En zo moet je het gaan zien. Maar er zijn verschillende dingen weer gebeurd nu. Kijk, 25k hebben wij ook gezegd, is belangrijk level om vast te houden. Ga je dat niet vasthouden, ga je uiteindelijk een stuk lager testen. En dan ga je gewoon richting een 22, misschien zelfs wel lager, richting een 20k weer. Let's go! Dat kan. Ja. Kijk, je kan het ook niet recht lullen om te zeggen, oké, weet je, het dump is niet erg, laten we maar weer naar 15k gaan. Nee. Weet je? Als je daar naartoe gaat en ook deze levels hier binnen gaat verliezen, is het niet nice. Ja, ja. Het eerste teken waarvan je kan zeggen is niet nice, is 25k verliezen. Maar wat is niet nice? Constructietechnisch is het niet nice als je die verliest en weer daar naartoe gaat. Maar portfolio technisch, wat jij zegt, als je gewoon blijft traden en die bitcoin positie blijft uitbouwen. Als je daar hier meer bitcoins bij krijgt, zijn die daar veel meer waard. Lekker man. Dus uiteindelijk is het natuurlijk lekker als je ze hier kan accumuleren. Ja. En dat is natuurlijk een pluspunt als trader. De investeerder die hier naar kijkt en denkt, ja, het zal allemaal aan mijn reet roesten. Want ik heb er niet zoveel aan, ik wil gewoon omhoog. Begrijp ik ook, maar je investeert. Lange termijn heb je geduld. Lange termijn investments, er zijn ook weer spot orders gevuld. Ja, prima. Precies. Weet je? Maak me niet druk. Hier, als je hier ook naar kijkt trouwens, hè? Als je de prijsactie omlaag vergelijkt met de prijsactie omhoog, en haal ik even al die krabbels weg. Even serieus. Prijsactie omlaag is echt schitterend mooi. Ja. Prijsactie omhoog is lastig. Ja, dan moet je gewoon een beetje mazzel hebben. Is lastig. Dus als het nou omlaag gaat, dan gaat het vaak tegen een beetje koopdruk in. Want mensen zien het liever omhoog gaan. Maar dat creëert dus hele mooie prijsactie. Zo is het. Ja, blijf dan achter de knoppen zitten, jongens. Want dit soort dingen inderdaad omhoog treden. Boom! Ja, het is veel moeilijker om in positie te komen. Boom! Is moeilijk om in positie te komen. Boom! Is moeilijk om in positie te komen. Ja. Hier, shortjes, ze lagen voor het opramen. Mooi, man. Je hoeft alleen maar te bukken. Ja. Dat is het enige wat je moet doen. Ja, maar dat is zo. Schitterend. Ja. Dat is zo. Goed. Even een videootje waarin we jullie weer eventjes dieper de prijsactie mee in hebben genomen. Dit soort dingetjes doen we natuurlijk dagelijks in plat. Hè? In plat analyseren we de prijsactie altijd van A tot Z. Kijken we altijd, oké, waar hadden we entries genomen? Waar kunnen we entries nemen? We geven geen signals, maar we kijken wel zeker naar de gebieden die interessant zijn vooruit. We gaan nooit zeggen, vorige week heb ik toevallig deze gemaakt. Heb ik toevallig heel veel winst opgemaakt? Nee, we kijken altijd vooraf. De analyses maken we vooraf. En achteraf kijken we hoe het is uitgespeeld. Zelfde als wat we in de livestream hebben gedaan. Dit hebben we in de livestream meegenomen. We laten jullie nu zien hoe het is uitgespeeld. Allemaal live, allemaal open. Dit is hoe het is. Prijsactie traden. Zo is het. Ik denk dat wat je nu vertelt, dat is gewoon onze hele missie. Het leren traden zit een onwijze learning curve aan. Met een onwijze bonk ervaring. En wij proberen die ervaring met die learning curve zo efficiënt en zo kort mogelijk te laten verlopen. En dan ligt de rest van het initiatief bij jou. Zo is het. Goed, vond je dit weer een tof video? Smash sowieso even op de duim en abonneer even op dit kanaal. Onderaan deze video komen uiteindelijk alle linkjes terug richting www.dopecash.nl. Daar vind je alle informatie over Platinum, over ons Discord kanaal, over de leerprogramma, support links. Alles staat daar. Bedankt voor het kijken en we zien jullie graag volgende keer. Later. Nou.